video. Maar we gaan verder met Voiced, een van de bands die op de dinsdagavond op Cult Night in de Winston speelde. Elke dinsdag zijn we daar dus en we filmden deze keer Voiced. Yeah.
Nou, in de Winston weer, as usual, dinsdagavond, Cult Night. Voiced heeft gespeeld. En Voiced bestaat uit zang en gitaar. Cheert. Drum. Joppe. En Bas. Sven. Moet je over nadenken? Ja, maar ik wil eigenlijk nog zeggen dat onze kat die speelt ook gitaar, maar die zit in Indonesië. Want jullie bestonden oorspronkelijk uit 4 mensen. Ja, helaas, maar sinds 2 weken is de gitarist naar de wereldreis aan het maken. Nou, hij valt wel mee. Indonesië. Hey, maar hij komt nog wel terug. Het is wel de bedoeling, ja. Ik hoop het wel. En ik heb al gehoord van hem dat zijn vriendinnetje dat zijn geld erg snel opgaat. Dus dat vinden we helemaal niet erg. Dus hij is hopelijk snel terug. Dus dit is eigenlijk een noodoplossing met z'n drieën? Ja, maar het valt me 100% mee eigenlijk. Het is allemaal heel, ja, het is wat duidelijker allemaal. Het geluid is allemaal iets losser en is oké. Dus hij moet eigenlijk uitkijken, want als hij te lang weg blijft, dan kunnen ze missen als kiespijn. Hoe lang bestaan jullie al? Bijna een jaar. Jullie moeten over alles nadenken, zelfs over namen. Wie, dit is een onverwachte vraag. Hoe lang bestaan we? Hij was een hele voor de hand liggen. Ongeveer 3 jaar. Ongeveer bijna een jaar. Oh, sorry. Bijna een jaar. Ja. En 1 demo uit? Bijna 2. Bijna 2? Ja. Een tweede zit aangekomen. Die moet nog een paar dingen gedaan worden en dan is hij klaar. Mixen, zingen. Hij moet er even wat zingen, hij was verkouden, weet je. Die tweede demo, ga je daar iets actiever mee leuren dan met die eerste? Ik denk het wel, ja. Nou, ik zat nu op het, althans vind ik zelf waar de eerste, de vorige demo was oké, okay, was gewoon leuk en we zijn nu op een meer niveau gekomen, vind ik zelf althans, zo, althans qua liedjes zeg maar, dat ik zit even van, laten we maar eens opsturen naar een blaadje of weet ik veel, om eens te kijken wat mensen ervan vinden. Ik ben zelf wel vrij tevreden over, het is nog niet wat het moet zijn, maar het komt eraan. Het zit eraan te komen. Maar, Voiced, de naam van de band, waar komt dat vandaan? Oeh, dat is een heel lang verhaal. Zal ik het in het kort vertellen? Ja, je weet het al inderdaad van het vorige interview. Alsjeblieft vertel het, want het ging als volgt. Ze kwamen iemand tegen, een meisje was het, hè, uit Rotterdam. En die sprak het woord worst heel raar uit. Worst. Ja, ik kom zelf ook uit Rotterdam, dus ik... Worst. Worst, want de Rotterdammers kunnen de R niet zo goed zeggen. Worst. En jullie vonden dat ze als voiced klinken? Ja, als voiced, ja. En toen kwam er toevallig een kat aanlopen. Zodat die voiced werden genoemd. Gek, bedankt aan Glasgow of Rangers of zo, toch? Maar goed. Die kat, wat was er met die kat? En die kwam aanlopen en die kreeg toen de naam Voiced. En toen hadden wij een bandnaam nodig. En toen zagen we de kat op dat moment, terwijl wij over nadenken, zag op tafel springen. En toen was het Voiced opeens. En het is gebleven en best oké. Hebben jullie nog optredens binnenkort? Daar zijn werken we aan. Volgende maand in de Paradiso. Volgende maand in de Paradiso. En daarna hebben we in Nighttown, geloof ik. En Melk. Ja, volgend jaar Noorderslag. En dan Lowlands, Pinkpop. Goed, kortom. Er moeten optredens komen. Er moeten optredens.